Hey, wij zijn Jelle en Dave en we zijn hier bij het Bonaventura College op de Burggravenlaan. Ja, wil jij nou weten of dit een leuke middelbare school voor jou is? Wij zoeken het uit. We zijn op het Bonaventura College Burggravenlaan. Ondanks dat het een middelgrote school is met 950 leerlingen, hebben de kinderen een kleinschalig gevoel. Ik vind het vooral leuk dat ze de loopbrug hebben gemaakt, dus van het oude gebouw naar het nieuwe gebouw. Ik vind de AK-geschiedenis wel gewoon leuke lessen. Ik vind de docenten heel leuk. Vooral meneer Brohante, die is het leukst. Leuke eventen zoals musicals, gala's, benchavond en dat vind ik gewoon heel leuk. Ik vond het heel leuk met die gangen en zo en ik vond het gewoon een fijne sfeer. En ik vond het een mooi gebouw. Het is heel oud maar wel heel mooi. Ja. Klassiek. En heel groot. Ja, je hoort het iedereen eigenlijk al zeggen, maar het is ook wel echt een prachtig gebouw hier. De bogen, de glas- en loodramen, het doet bijna een beetje Harry Potter-achtig aan. Er valt echt van alles te ontdekken hier. Het is een warme school. En wat ik het allerleukst vind is dat ik geef in de middenbouw aan alle niveaus les. Dus op de MAVO, HAVO en het VWO. En de vrienden zitten allemaal door elkaar heen. Ik denk dat het 's ochtends al begint als je hier bij het hek komt. Dan hebben we de conciërges aan het hek die de leerlingen begroeten. Dat zijn onze prijswinnende conciërges. Ja, die zetten natuurlijk wel de toon. Dat is het eerste wat je meemaakt. En een oprechte goedemorgen wens van hun, dat is de start. Goedemorgen, welkom op school. Of gewoon morgen, lekker kort. We kijken eigenlijk naar drie dingen. Dus die eerste, het algehele. Voel je je goed? Gewoon in het algemeen. Ga je thuis lekker? Ga je hier lekker? En kunnen we eraan bijdragen? Een tweede is, ben je op niveau bezig? Weet je? Zit je misschien tegen je plafond aan? Of kan je juist meer uitgedaagd worden? Zijn we ervoor aan het zorgen dat jij werkt en leert op de manier die voor jou het beste past? En een derde is, ben je onderweg naar het juiste ding? Kom jij op dit moment nu op het pad terecht waar jij het meest tot je recht gaat komen? En van daaruit proberen we te kijken van waar zitten de talenten voor de kinderen? En dan hebben ze op een gegeven moment de mogelijkheid om daar vandaan extra diploma's te halen. Ondernemersdiploma's kunnen ze halen. Of binnen de talen kunnen ze zich verder ontwikkelen. Kunnen ze voor Engels kunnen ze een Cambridge diploma halen. Voor Frans Delft en voor Duits is dat Goethe. Dat zijn Europese certificaten en daarin kunnen ze zoeken naar hun talent. Hier begin je heel rustig aan. De toetsen tellen minder hard mee en je krijgt ook minder huiswerk aan het begin. Je hebt ook twee mentoren en twee hulpmentoren. Je maakt best wel heel snel vrienden. Je maakt heel snel nieuwe vrienden. Ja. Je kan een school alleen maar kiezen als je voelt dat het jouw school is. Of je nou creatief bent, of je nou heel graag met je neus in de boeken zit, of je sportief bent. Je bent op deze school van harte welkom. En weet dat er een aantal mensen hier zijn die zitten te wachten om weer een hele nieuwe lichting te begeleiden in gewoon de daaropvolgende hoofdstuk van hun leven. Dus je bent van harte welkom en ik ben benieuwd.